Hallo allemaal, welkom bij de maandreading over augustus. De maand augustus staat in energetisch gezien in het teken van onderzoeken wat je van jezelf nodig hebt. Als we gaan kijken, dan zien we dat de maand augustus, de energie daarvan, ons allereerst uitnodigt om naar binnen te keren. In het begin van de maand wordt je daarbij gevraagd om te kijken naar je eigen emoties en gevoelens. Wat voel je allemaal? Welke emoties kom je gedurende de dag en gedurende de week allemaal tegen? En wat willen deze emoties en gevoelens je eigenlijk zeggen? Dus zijn er bijvoorbeeld dingen waarbij je je altijd minder goed voelt? Of zijn er dingen waar je altijd een fijn gevoel van krijgt? Of zijn er toch stukken uit je verleden die iedere keer omhoog komen, die nu toch stiekem de aandacht gaan vragen? Dus het observeren wat er is in jouw gevoelsleven, daar gaat het begin van deze maand over. Om uiteindelijk ook te kijken, nou, oké, okay, dit zijn de gevoelens en emoties die ik ervaar. Wat wil ik daarmee doen? Zodat ik meer stabiliteit in mezelf krijg. Dat kan zijn dat je misschien praktisch iets doet en dat je wat meer uit de weg gaat wat je onrust geeft. Of dat je gaat kijken van, oké, okay, hoe kan ik er zelf anders in gaan staan in de dingen die me onrust geven? Dus hoe kan ik er zelf anders mee omgaan? Of zijn er gewoon hele andere dingen die ik ermee kan doen? Of misschien zelfs ik ga iets doen om die emoties meer te ontladen, meer uit mijn systeem te halen. Zoals mediteren of een dagboek bijhouden. Dat zou ook kunnen. Dus wat gaan we doen met die emoties en die gevoelens die je regelmatig tegenkomt? Er wordt je dan ook gevraagd om echt iets te doen met de dingen die je in dat onderzoek van jezelf tegenkomt. Wat ga je doen met die emoties en gevoelens die er spelen? En naarmate de maand vordert, komt er steeds meer de nadruk op de praktische invulling hiervan. Wat kan jij praktisch doen om je stabiliteit en je gronding en je ontspanning in het leven te vergroten? En dat gaat niet alleen om emotioneel stabiliteit, maar stabiliteit in het algemeen. Dus wat kan je beter wel doen om emotioneel en praktisch meer in balans te komen? En wat kan je beter niet doen? Wat kan je beter laten om meer rust te ervaren in je leven? Misschien kom je er bijvoorbeeld toch achter dat je nog net iets minder nieuws mee wilt krijgen, omdat dat nu gewoon nog niet lekker gaat. Of je gaat inderdaad kijken: hé, hey, hoe kan ik anders met het nieuws omgaan zodat het me niet meer uit mijn stabiele gevoelens haalt? Of zijn er dingen die je juist wel stabiliteit geven? Dat je bijvoorbeeld toch nog net iets meer naar buiten mag of iets meer creatieve dingen mag doen, gewoon omdat je merkt dat je daarvan tot rust komt. Dus er zit wel een nadruk op dat praktische stuk. En het hoeft dus niet gelijk hele grote levensveranderende keuzes te zijn. Mag wel natuurlijk, maar het hoeft niet van deze energie van de maat. Het gaat er meer om om te kijken: van wat heb ik nou nodig van mezelf om emotioneel en ook praktisch meer in balans te komen. Ergens onderliggend raakt het ook je relaties met anderen, vooral met. De mensen die je eigenlijk stiekem het gevoel geven, iedere keer het gevoel geven dat je niet goed genoeg bent. De mensen die je zonder dat ze het misschien bewust doen, of misschien juist wel bewust doen, iedere keer onzeker maken en laten twijfelen aan je eigen waarde. De energie van deze maand helpt je ook meer afstand te nemen van deze mensen, omdat je het steeds meer gaat voelen en intenser gaat voelen dat dat speelt en daardoor. Eerder die beweging gaat maken van ja, ik ga toch meer afstand nemen van jou, want je bent inderdaad niet heel erg goed voor mij. Ik probeer deze energie altijd in een soort van weekoverzicht in te delen en zo per week te kijken naar wat er die week energetisch aan de hand is om je meer grip te geven op dit proces. En als we dan gaan kijken naar 1 augustus tot 7 augustus, dan zien we dat het in het teken staat van de controle loslaten en het leven aangaan zoals het komt. En dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar waar dit vooral om gaat is als je zegt van oké, okay, ik ga het leven nu eens bekijken. Ik ga het leven eens bekijken hoe het nu loopt en hoe het nu stroomt en hoe mijn dagen gaan. En ik ga proberen daar niet te veel grip op te hebben en er niet te veel in te sturen om nu dingen te veranderen. Dan kun je juist zien wat er wel bij je past en wat er niet bij je past als je stopt met vechten tegen de stroming. Dan kun je eens kijken van hé... Hey, is deze stroming zoals die is, zoals die nu loopt, goed voor mij? Als ik niet probeer alle ballen hoog in de lucht te houden en even iets meer erin ontspant. betekent niet dat je alles laat vallen, natuurlijk. Maar we merken wel dat we de behoefte hebben om dingen wat meer te laten gaan. En juist dat gaat heel veel inzicht geven. Want er komen de fijne dingen veel meer naar voren toe, die dus wel goed zijn. En ook de dingen die van nature niet helemaal lekker lopen, komen daardoor ook naar voren toe de edelsteen of het kristal wat je heel goed bij kan helpen is de bronziet. Bronziet is een steen die echt helpt los te laten en vooral controle en perfectionisme los te laten. Dus dat zou ik een hele geschikte steen vinden voor deze week. En je ziet ook dat ik geen geuren erbij heb. Ik heb gemerkt dat ik dat deze maand heel lastig vond. Ik kon er niet uitkomen. Ik voelde het niet. Dus ik heb ze even gelaten wat betreft deze maand en geuren voor in een diffuser. Ik heb puur even gefocust op de edelstenen die er goed bij kunnen helpen. 8 augustus tot 14 augustus staat in het teken van wat je voelt mag er zijn. Zodat je kunt voelen wat je werkelijk wilt. Dit gaat dus over nog meer loslaten. Maar juist een stukje loslaten, hoe je je moet voelen van jezelf. Een stukje controle op je emoties. Wat je jezelf misschien oplegt daarin los te laten. Zodat je kunt voelen van hé. Hey, dit, dit voel ik nu echt. Ik merk dat ik, ook al wil ik heel graag dat dit me energie geeft, ik krijg hier geen energie van. Of ik wil hier eigenlijk uh, van genieten, maar ik geniet hier eigenlijk helemaal niet van. Dan kun je juist bepalen van, nou, ik weet niet of ik dit werkelijk wil. Ik heb dat bijvoorbeeld persoonlijk met films kijken. Ik wil heel erg genieten van films. Maar op het moment voel ik er gewoon niks bij en word ik helemaal niet gelukkig van. Dus ik wil eigenlijk ook geen films meer kijken. Terwijl het wel iets is wat in mijn sociale cirkel vrij normaal is om te doen, om samen films te kijken. Dus dat is een voorbeeld wat je daarin tegen kunt komen. En die week wordt dat dus extra benadrukt. De zebra is hier een hele fijne steen in. Want die helpt je echt te onderscheiden wat je voelt en wat je wilt. En geeft heel veel zelfinzicht op dit gebied. Het zwart-wit, wat ik wel fijn vind, wat ik niet fijn vind. Zebra, daar kan je het aan afleiden wat die steen doet. Dan hebben we 15 augustus tot 21 augustus. En die gaat over stabiliteit creëren door reinheid, ritme en regelmaat. Ja, dat is echt van oké, okay, hoe wil ik nou mijn dag ingaan? Hoe laat kan ik beter lunchen? Wat is fijn om qua avondeten te eten, warm of koud? Uh, wat is er voor mij een fijne tijd om naar bed te gaan? Wat is voor mij een fijne tijd om op te staan? En daar ook mee te spelen, hoe zit mijn biologische ritme van nature in elkaar... Um, welke dagen wil ik bepaalde dingen misschien in het huishouden doen, omdat ik dan in mijn flow daarvoor zit en het dan makkelijker uit mijn handen vloeit, daar gaat die week over. Dus dat praktische waar we het net over hadden, komt eigenlijk vanaf 15 augustus echt wel heel sterk naar voren toe. En boom aangaat, is hier een hele fijne steen in, want die vergroot de stabiliteit ook juist en helpt je ook je eigen ritme te vinden. Die helpt je, je eigen flow te vinden. Dus dat is een hele fijne kristal, een een hele fijne edelsteen bij deze week. Met 22 augustus tot 28 augustus. Deze week heeft eigenlijk dezelfde energie als een, een week in juli. Dus volgens mij twee of drie weken geleden hebben we exact dezelfde energie gehad. Ook over het leven accepteren zoals het is, om daar je eigen balans in te vinden. Alleen dat ging veel meer over. Je eigen talenten daarin inzetten en kijken naar nou, okay, hoe kan ik hier nou uh, mijn eigen licht in verspreiden, om het zo te zeggen. Hoe kan ik hierin accepteren dat ik ook gewoon een goed leven mag hebben en goede dingen kan doen en hoe dat doorwerkt. Deze week heeft veel meer de energie van hoe kan ik nou, als ik accepteer wat het is, mijn eigen rust erin bewaren en zelf mogen genieten van het leven zoals het is. Dus er zit wel een klein verschil in tussen deze twee energieën, ook al heb ik dezelfde woorden gebruikt. En de fijne edelsteen hiervan is, is lepidoliet. Want lepidoliet is een steen die gaat over onafhankelijkheid en je eigen weg volgen. En ook je eigen balans volgen. Dan hebben we de laatste week van 29 augustus tot 4 september. Dat gaat over het onderzoeken wat je nodig hebt van jezelf. Dus dan komen we een soort van afronding van deze energie terecht. Dat is ook fijn, want vanaf. 1 september start een poordagenreeks. Ik dacht dat het in augustus zou kwam, maar hij start echt gewoon 1 september. Dus het wordt een hele intensieve dagenreeks. En eigenlijk die laatste paar dagen van augustus, die nodig ons uit om te kijken van oké, okay, maar wat heb ik nu nodig van mezelf om gewoon me goed te voelen? En niet van anderen, maar van mijn eigen mindset bijvoorbeeld. Of van de praktische dingen die ik op een dag doe. Welke dingen geven me nou een goed gevoel? Welke dingen geven me rust? dus er komt een soort van eindanalyse in die week naar voren toe en dat gaan we ook voelen bij dingen die we niet hoeven te doen en ook eigenlijk echt niet nodig zijn om te doen die we toch doen en die niet goed voor ons zijn Daar gaan we heel veel weerstand op ervaren die week de steen die hier fijn bij is is de mahoni obsidiaan en dat kan ik best omschrijven als echt een innerlijke spiegelsteen die maakt echt heel duidelijk Um, wat er van binnen speelt. Die geeft je heel veel zelfinzicht. Die helpt je echt naar jezelf te kijken en jezelf volledig te zien. Dus dat is een hele fijne steen om hierbij in te zetten. En dus die antwoorden te vinden. Dan hebben we de maandstanden van de maand augustus. Wat gaat de maand nou eigenlijk doen? Die staat natuurlijk in het teken van dezelfde energie, want dat is allemaal met elkaar verbonden. En deze maandcyclus van augustus staat in het teken van loslaten en je emoties en gevoelens ordenen. Dus de, de maanenergie die gaat heel erg over het overzicht creëren, dingen analyseren, dingen ordenen, dingen op een rijtje zetten, focus daarin creëren. En er is ook een focus daarbij op het creëren van luchtigheid en alles te laten zijn. Maar de maanenergie is dus de ondersteunende energie om overzicht te krijgen, inzicht te krijgen en te ordenen. En de eerste maanstand, die daarbij belangrijk is, is het eerste kwartier. Het eerste kwartier gaat altijd over een stukje in beweging komen. En die valt op 5 augustus. En die gaat over loslaten in elke vorm, op elk gebied. Nou, vrij logisch met wat ik er net over verteld heb. Dus die energie die versterkt het loslaten waar we mee te maken hebben. Dan hebben we de volle maan op 12 augustus. En die gaat over vervelende gevoelens, mogen er ook zijn. Dus de volle maan brengt een volledige acceptatie-energie met zich mee. En die helpt ons juist die gevoelens, die wij zelf bestempelen als vervelend en lastig, om die ook juist te omarmen, omdat die ons zoveel te zeggen hebben. Um, de volle maan kan daardoor best wel wat verdriet triggeren. Um, ook vooral teleurstelling over dingen die in het verleden gebeurd zijn, hoe dingen gelopen zijn. Omdat we die teleurstelling misschien net even te vroeg geparkeerd hebben en aan de kant gezet hebben. Daar krijgen we dus mee te maken van ja, maar weet je, je mag er gewoon van balen. En juist door dat er te laten zijn, uh, kan je het hele, kan er meer rust in komen. Dus die volle maand is ook behoorlijk helend, maar emotioneel gezien kan die dus best wel intensief zijn. Dan hebben we het laatste kwartier van de maand. de laatste kwartier van de maand valt op 19 augustus. En die gaat echt zeggen: van hey, terugval op die praktische basis. Wat kan ik nu praktisch doen voor die reinheid, ritme en regelmaat waar we het over gehad hebben? En de laatste kwartier zet ook een soort analyse-energie altijd in beweging. Nou, dat weten we nu waar dat vandaan kwam. Met de weekreedingen kwam dat dan naar voren toe. En die nodigt ons echt uit om dus te gronden, te aarden. Hele sterke aardende energie heeft deze maandstand. En echt te zeggen van, goh, wat zie ik? En wat ga ik daarmee doen voor mezelf. Echt op jezelf gericht is deze maand ook. Hè? Dan hebben we nog de nieuwe maan op 27 augustus. Nieuwe start. Er komen ook soms de schaduwzijden naar boven toe van ons eigen systeem. En dit gaat over gevoelens ordenen en opruimen. Dus de dingen die je eigenlijk een beetje hebt laten hangen in je systeem, zoiets je van ja kom ik later wel aan toe. Ja die gevoelens worden door de nieuwe maan getriggerd en eigenlijk kan je het een beetje zien wat deze nieuwe maan je ja, toe uitnodigt en wat de energie ervan ook doet is je hebt een bak vol met emoties die ongesorteerd zijn, een soort rommela aan emoties en nu krijg je allemaal bakjes met verschillende namen en verschillende Functies. En je gaat nu die rommela, die ga je ordenen en sorteren op basis van die bakjes. Dus goede emoties gaan daarin. Uh, emoties zouden nog iets mee moeten gaan in dat bakje. Emoties die je verdrietig, teleurstellend, die gaan in dat bakje. Dus echt het ordenen wordt in gang gezet door deze nieuwe maan. En dat stukje opruimen bedoel ik mee van hé, hey, zijn er dingen die. Ik ik vasthoud omdat het me veilig een veilig gevoel geeft, maar wat niet goed voor me is, of wat eigenlijk klaar is, dan kan dat ook losgelaten worden. Dus opruimen is een ander woord voor loslaten hierin. Dan hebben we nog de poordagen. Nou, wat ik zei, ik had verwacht dat de poordagen in augustus zou vallen, maar hij valt dus in september. Maar we hebben wel een paar poordagen in augustus: 3 augustus, je verbinding met de natuur versterken. Lekker gronden, lekker aarde, maar ook echt in het, in het leven gaan staan en de kracht van de aarde-energie ontvangen. Daar helpt die poortdag bij. En poortdagen zijn dagen waarop de sluier tussen ons en het universum op zijn dunst is. Ik breek eens op de originele Maya-kalender. Als je gaat googlen naar poortdagen, kom je ook mensen tegen die poortdagen zelf channelen. Heel waardevol natuurlijk, maar vooral even kijken of die ook bij jou dan resoneren. En er zijn ook nieuwe versies van de Maya-kalender gekomen sinds 2012. Maar ik werk echt met de originele Maya-kalender. Maar daardoor kan je andere poordagen tegenkomen als je naar gaat googelen. Um, maar de energie is op die dagen dus extra sterk. En dit zijn de dingen waar de energie van in het teken staat. 11 augustus is vitaliteit herstellen. Dat staat dus in het teken van jezelf opladen. En die energie die komt je ook alleen maar opladen. is het enige wat die energie komt doen die gewoon je potjes aanvullen. 14 augustus is je eigen ideeën uitwerken. Dus dan krijgt onze creativiteit een boost. En dit zijn vooral ideeën over wat je met je leven wil doen. Wat je wil creëren voor jezelf. Wat je vanuit je hart wil doen. Voor andere mensen binnen je eigen grenzen. Zonder natuurlijk te veel energie weg te geven. Dus die krijgt daar een boost van. Ja, wat, wat wil jij nou met je leven neerzetten? Dat is echt 14 augustus. 19 augustus is loslaten wat je je rug zo bij je draagt. Ja, ik heb het in de weekreading er ook over gehad. Op een gegeven moment dan. Zitten we die, die, die rugzak, die hebben we op onze schouders hangen van dingen die we bij ons zeulen. van anderen misschien zelfs of van onze eigen emoties. En dat mag lekker losgelaten worden. Die mogen we afdoen. Wat je in je rugzak draagt dat niet bij je hoort. Mag verdwijnen wat je niet meer nodig hebt. Mag je eruit doen. Dus het is een hele sterke loslaat-energie. Wel prettig in deze loslaat-maand dat er ook een poortdag is met loslaat-energie. We hebben 22 augustus en die gaat over luisteren naar antwoorden die vanuit jezelf komen. Het gaat een beetje over het loslaten van de mening van anderen. En loslaten wat anderen doen en zeggen en vinden. En bedacht hebben, specifiek ook bedacht hebben voor jou. En kijken naar, ja maar wat wil ik nu voor mezelf? Waar heb ik nu mee te maken voor mezelf? Dus dat is de energie waar we daarin mee te maken hebben. Dan hebben we nog een overzicht van alle dagen. En deze komt eigenlijk gewoon uit het e-boekje wat je kunt downloaden via de link... Onder deze video, en dan kan je dit in een pdf bestand die je overal op kunt openen, op A4 formaat kun je die uh, opslaan en kun je die ook eventueel uitprinten aan je koelkast hangers. Dat fijn vindt zodat je precies weet wat, wanneer en hoe. En ook alle andere dingen tot nu toe die je gezien hebt, die staan er ook in. Het geeft je wat meer grip op de energie van deze maand. En daarvoor zit dit er nu ook in. En dat helpt mij ook om even langs de dagen met je te gaan. Maar er zijn geen bijzondere dagen. Op één dag na die ik nog moet benadrukken. Want versen zijn alle belangrijke dagen. De maand van de poordagen waar we het over gehad hebben. De enige dag die natuurlijk relevant is deze maand is 8 augustus, die we nog niet gehad hebben. Want het is de leeuwenpoordag, de achtste van de 8e maand. En dit is een energie die helpt met de uitleiding van je zielsenergie. En je energetische uitleiding met het universum. Zie het als de uitleiding van je banden om die auto. Wordt we even, de energie wordt weer even rechtgezet als die wat schuin was. Zodat jouw eigen energie, je zielsenergie, meer kan stromen. En ook de energie van het universum. Van de engelen, van je gidsen die je komt ondersteunen. En ook de energie van de aarde die je stabiliteit en kracht geeft. Dat die beter door kan stromen. Zie het een beetje als een. Een waterslang die nu misschien een beetje opgerold is, een schuin ligt, waar een knikje in zit, gewoon door hoe het leven loopt. En dat is oké okay als dat gebeurt, maar deze dag, 8 augustus, die trekt die waterslang weer even recht, zodat het water, de energie, is dat eigenlijk gewoon weer vrij door kan stromen. Dat maakt het vaak wel een intensieve dag, waarbij we ook geneigd zijn om een beetje te zweven, ook al gaat het dus ook over aardenergie Um, maar daar hebben we dus wel mee te maken. Hoef je vooral niet bewust iets mee te doen. Maar het is wel fijn om erop te mediteren. Of er bewust bij stil te staan als je van die energetische dingen houdt en dat wil toepassen in je leven. En echt alleen over nadenken en erover filosoferen of soms opstaan. En zeggen: van ik sta ervoor open voor die uitleiding. Doet al heel erg veel. Hè? We hoeven niet allerlei moeilijke dingen uit te halen. Voor de rest zijn er geen bijzondere andere dagen buiten de poortdagen en de maandstanden. Um, het is natuurlijk aan het einde van de maand ook een beetje voorbereiding al enigheids op die poortdagenreeks die er aankomt. Dan heb ik nog een oefening. Een oefening die ik met je wil delen om de maandreading af te ronden. En ik hou het voor simpele concrete oefeningen om je te helpen optimaal gebruik te maken van de energie van deze maand. En... Aangezien de onderliggende draad van deze maand is jezelf echt zien en voor jezelf zorgen, praktisch en emotioneel, wil ik wat doen met jezelf echt zien en je eigen emoties echt zien. En een van de meest helpende dingen die je hierin voor jezelf kunt doen, is, klinkt simpel en dat is jezelf in de spiegel aankijken. En tegelijkertijd kan dat heel vreemd voelen, maar tegelijkertijd is dat zo diepgaand en zo ontzettend helend. Wanneer je er echt een paar minuten de tijd voor neemt. Gewoon twee, drie keer per week. En dan niet even snel en dan wegkijken. Nee, echt een paar minuten nemen. En dat is lang, dat weet ik. Maar echt een paar minuten nemen om jezelf aan te kijken. En echt in je ogen te kijken. Probeer jezelf dan ook echt te zien. En het helpt vaak als je dit ongemakkelijk vindt om eerst gewoon te kijken naar je oogkleur. Welke kleur hebben jouw ogen? Welke spekkeltjes zitten er in je ogen? Waar zitten de lichte puntjes in je ogen? Waar zijn je oogkleur? Waar is die iets donkerder? Welke vormen zitten er allemaal in die kleuren? En juist dat waarnemen en daarmee spelen helpt al heel erg veel... om het makkelijker te maken om jezelf aan te kijken. En op een gegeven moment kun je jezelf steeds ontspannender aankijken... en jezelf steeds meer zien... En het helpt als je daarbij ook probeert te focussen op deze vragen, maar natuurlijk alleen als het niet te ongemakkelijk wordt. Um, dat is wat zie je als je in je eigen ogen kijkt? Dat valt je als eerste op in je eigen blik. Misschien vermoeidheid, misschien iemand die juist traalt en een creatieve energie heeft. Welke gevoelens komen naar voren toe als je jezelf aankijkt? Komt er verdriet, teleurstelling of komt er een gevoel van hé, ik zie mezelf eindelijk, want dit verbindt je echt heel sterk met je ware ik. En ogen zijn natuurlijk ook de, de toegang, de poort naar je ziel. En jezelf ook de vraag stellen, wat heeft mijn ziel nu van mij nodig? Want het ging natuurlijk heel erg over emoties deze maand, de praktische dingen. Maar wat heeft nou jouw essentie, jouw ziel van jou nodig? Dus die meenemen geeft eigenlijk nog een klein beetje meer gronding... en nog iets meer contact met jezelf. Dus dat is de oefening die ik hier dan zou willen koppelen. Moeilijker zou ik hem ook niet willen maken. Twee, drie keer in de week is meer dan genoeg... Eén keer per week is het ook mooi meegenomen. Al doe je het maar één keer die maand is het al mooi meegenomen. Maar probeer je mee te spelen. En als je die antwoorden opschrijft. Dan kan dat nog sterker doorwerken. Want dan ga je allerlei rode draden ontdekken. Wat natuurlijk heel erg tof is. Hier ga ik hem afronden mooi mens. En ik wens je ook een waanzinnige mooie maand toe.